Dag Jolien, stel je eens even voor alstublieft. Ik ben dus Jolien Samoei, ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Zoutleeuw. Ik ben dit jaar afgestudeerd als schoonheidsspecialist aan het KTH in Sint-Truiden. En in september volgend schooljaar ga ik verder studeren als psycholoog. Ja, inderdaad, ik ben eigenlijk heel graag bij mensen bezig. Maar ik wil eigenlijk meer de achtergrond van de mensen kennen dan constant bezig zijn op het gelaat of de voeten of de handen. Ik doe het vaak heel graag, want ik verzorg graag de mensen. Maar ik wil ook verder kunnen nadenken over hoe de mensen in elkaar zitten. Tegen alle wil van mijn vrienden, ja, ik doe het graag shoppen. Ik doe heel veel geld op. Dat is mijn hobby. Ik doe mee aan mijn Swalsbarrière. Vooral de eerste reden is omdat er geen bikini-defilé is. Ik vind dat zo'n beetje een vleeskeuring. Dus dat was voor mij eigenlijk de overtreffende trap. Maar ook omdat ik zelf van de streek ben. Ik kende het bier al, ik kende de bierfeesten. Het is altijd plezant. Ik ben dan van Zuid-Leeuwen, het gaat door in Linter, Orsmaal. Dus dat is altijd plezant als je zo'n beetje uit de buurt bent. Het doel is om achteraf een jaar lang het bier te promoten van de Walsberger. En ook tijdens de finale zullen ze iets nieuws bekendmaken over een nieuw bier. Nee, niet per se. Ik ben zelf niet zo'n bierdrinker. Ik heb het wel al geproefd natuurlijk. Maar je hoeft er geen bierdrinker voor te zijn. Winnen is natuurlijk altijd heel fijn. Maar de andere meisjes verdienen het ook natuurlijk. Maar zelf, ja, je doet natuurlijk je best ervoor. Je bent nu toch al 2 maanden bezig met de hele verkiezing. Je steekt je tijd erin. Je probeert je best te doen, maar je gunt het de andere meisjes natuurlijk ook. Omdat ik ben zeer sociaal, ik ben zeer open. Ik schaam mij niet snel, dat hebben ze al gezien tijdens de danslessen. Ik ben ja, zeer sociaal open en ik laat me overal in gaan eigenlijk. Ik ben een vlot persoon. Als morgen de wereld zou vergaan, wat zou je dan nog op je lijstje, wat staat er op je bucketlist eigenlijk? Shoppen, of, ja, natuurlijk. Hè, alles van shoppen, wat je nog kunt shoppen. Maar ook heel veel tijd doorbrengen met mijn vrienden en mijn familie. En zo. Als het toch de laatste dagen zijn, zou ik liever bij hen zijn. Ga u een paar meer keuzevragen stellen? Seks of drugs? Seks. Bier of wijn? Wijn. Ja. Bergen of zee? Zee. Waarom? Ja, de zee, een oneindig zicht, alles is blauw, zwemmen, de zon, het strand. Dat is niks. Hey, maar super. Dat is een blooper. Er zijn er nog 8 achter mij.